Naast me staat Jan Bos. En Jan Bos die heeft wat leuks in petto voor Veendam. En hij gaat een... Automeeting organiseren voor de Clinic Lounge. De Clinic Lounge, kun je ons daar wat vertellen? Even wat kort wat dat precies inhoudt voor de mensen die dat niet weten wat dat precies is. Nou, wij willen zoveel mogelijk geld in verzamelen voor de Clinic Lounge. Voor de kindertjes die ziek zijn en die misschien niet weer beter kunnen worden. En daarom willen wij veel meer geld voor de organisatie, voor de automeeting, naar de Clinic Lounge toe te sturen. Dan zeg ik automeeting, Clinic Lounge. Hoe kom je op ideeën om een automeeting te organiseren in Veendam? Nou, om daar ook voor meer voor de jeugd die zo met auto's, mooie auto's. Ik zie ze wel vaak rijden in Veendam en omstreken. En daar waren ze ook wel over de jongens verteld met de racen en alle toestanden. En daarom willen wij gewoon graag een automiddag organiseren. Dus. Dat klinkt goed. Ja. Naast mij hebben wij een mede-organisator staan iets. Dat is Hendrik Dorma. Meneer Dorma. Hallo. En hoe is dat om zoiets te organiseren? Druk. Druk? Druk, ja. Echt, er is te veel werk aan. Maar ja, ik doe het met plezier. En ook om Jan te ondersteunen. We hopen dat er veel komen. En voor de rest zien we het wel. Als maar niet zulks weer is. Nee, en wat zijn de verwachtingen ongeveer? Nou, ik denk 200, 250 auto's. En motoren, ja, daar durf ik eigenlijk geen schatting op te geven. Als ik naar Jan luister, ga ik nog even naar Jan toe. Is Jan wat optimistischer? Want Jan die zegt, nou, ik verwacht nog wel wat meer. Ik hoop dat er meer auto's komen, ja. Ik heb via Facebook heb ik een opdracht voor een evenement. Ja. En daar heb ik al geïnteresseerd. Meer dan 100 deelnemers. Maar er zijn ook mensen die zeggen van geïnteresseerd. Die kijken wel als ze komen. Daar zit ik al op de 375. Ja, dat is gewoon afwachten wat er komt. Het is gewoon onzeker en het is maar de vraag wat er gebeurt. Ja, dit is onze eerste keer dat we dit al gezien. Ik denk dat dit een leuk gebied is. Het is een stukje industrieterrein van de Dalen. Dus maar wanneer gebeurt dat eigenlijk? Want dat is wel belangrijk, hè? Wij beginnen om 27 augustus. En iedereen is van harte welkom. Dat is een automeeting met mooie motoren, Amerikaanse auto's. En natuurlijk niet vergeten, ook markt. Dus er is heel wat te doen. Oké. Okay. Dus, en alle Veendammers die willen komen kijken, wat zijn de entreekosten? De entreekosten van de Veendammers die wel gewoon pakken, die wel gewoon komen, dat kost niks. Maar het zou mooi wezen dat er mensen zijn die een beetje giften doen willen naar de Clinic Lounge. Daar lopen mensen met een collectorbus en die vragen mensen om wat ze de collector willen doen, ja, naar de Clinic Lounge. Je wil graag de pot goed gespekt hebben voor de Clinic Lounge, zodat die kinderen geholpen kunnen worden. Ja, daar gaat ons ook om. Dus niet om mij, ik strik niet zelf in bus, alle toestand. Nee. Maar de organisatie, de man van de Clinic Lounge zelf, de directeur, is dezelfde dag aanwezig, ook met knuffeltjes verkopen en alle toestand. Dus al dat geld wat binnenkomt, gaat er ook weer uit. Ja. Alleen de onkosten waar wij maken, zoals aggregaat, noem maar op en alle toestaan, bla bla bla, dat gaat er wel allemaal af. Maar de rest gaat allemaal naar de Clinic Lounge. Wat ik goed begrepen heb, de vergunning is rond van de gemeente. Dus in principe, dat staat niet in de weg. Nee. Het is alleen nog wachten op mooi weer. Mooi weer en veel publiek en veel meer auto's en motoren. Ja. En er zijn ook nog wedstrijden of zo, ga je dan doen? Ja, er zijn prijzen te winnen. Iedere mens die wel graag meedoen wil met de automeeting, de mooiste auto van de Sean & Shane, daar kan je een mooie prijs mee winnen. Die betalen dan €5 aan de kassa. Dan wordt de nummerbord genoteerd en de naam van de persoon van de auto. Dus er zijn wel mooie prijzen te winnen. Er zijn 24 prijzen, dus kom maar op met auto's. En dit is allemaal mogelijk door sponsors. Al die auto's komen hier zo. Zijn er ook nog speciale wedstrijden die je organiseert? Of een speciale jury die er is? Ja, er zijn 5 juries. En die gaan bij elke auto langs. En die staat op de raam van Sean & Shane, die plakkaat. En daar is ook nog een DB-meeting. Dat is voor installatie in auto. Wel de meer geluid heeft. Daar zijn ook prijzen te winnen. Dus zijn er mooie prijzen, mooie bekers en certificaten hoor ik van die man die gaat daar organiseren. En verder is daar betaalt ook geld voor wie daar aan meedoen wil. En dat gaat ook weer terug naar de Clinic Lounge. Prima.
Ik heb begrepen, dit is alleen mogelijk. Natuurlijk ook door vele sponsors die jij ondersteunen. Klopt, ja. Klopt. En de sponsors staan ook gewoon op mijn Facebook. Dus daar kan, als de mensen het graag zien willen op Facebook, gaan ze naar pagina Jan Bos. Dan zien ze allemaal wel gesponsord heb. En de bekers staan er ook op, wat ze kunnen winnen. Dus dat is altijd mooi. Oké. Jan, ik hoop dat het die dag een leuke dag was. Klopt. Ik hoop dat een hoop mensen komen. En ik hoop ook dat de jeugd een beetje aan hun trekken komen. Klopt. Maar ik wil nog even één zeggen, ben ik heel eerlijk in. Ik hoop dat er heel veel mensen komen om die kindertjes van de Kleine Clowns en de mensen, volwassen mensen, te steunen om meer geld in te zamelen naar de Kleine Clowns. Dat is mijn bedoeling. Dus, door dan weer. De Kleine Clowns, dus, ja. Door dan weer. Prima. Ik hoop ook, ik reken op 250, maar ik hoop dat hij vol staat die zondag. Ja. Door dan met vuur. En dan zoveel mogelijk voor de kliniek Klaus op boven. That's it. Ik wens jullie veel succes en ik hoop echt dat het wat leuks van was. Is goed. Ja? Vrienden, bedankt. Graag gedaan, joh. Ja.